Voor ons is de logistica en de ICT-logistiek altijd een belangrijke beurs om contact aan te halen, maar ook om je producten te laten zien. En we hebben nu een nieuw thema. We focussen ons helemaal op de cloud. We maken een move naar de cloud. We geloven dat nu echt dat dit gaat aanslaan en dat willen we hier graag presenteren. Als ik zelf over de beurs loop, dan is het altijd gezellig. Ik kom veel mensen, bekende mensen tegen. Maar wat mij opvalt is dat wij als standhouders het niet altijd even makkelijk maken voor de bezoekers. De uitingen, de bewoordingen die gebruikt worden op de stand zijn heel vaak dezelfde. En zelfs voor mij als vakman, die al redelijk lang in het vak zit, is het gewoon heel moeilijk om te zien, met name bij een start-up, van wat doe je nu precies, waar ben je goed in en waarom kan jij mij helpen? En daar moeten we denk ik met z'n allen wel iets aan doen. Als je naar de toekomst kijkt, dan denk ik dat beurzen in het algemeen en uiteraard ook de logistica zullen gaan veranderen. Waarbij het in het verleden veel meer gericht was op het vergaren van informatie. Kijken van welke partijen zijn en wie kan ik uitnodigen. Zal dat veel en veel meer online gaan gebeuren. En wordt een beurs als dit veel meer een ontmoetingsplek. Om mensen te ontmoeten, bevestiging te krijgen van datgene wat je online gezocht hebt. Misschien de relaties aanhalen. En voor de consument of voor de klant kan het zo zijn dat hij zegt van ik ga in één keer, in één dag, 5, 6, misschien wel 8 verschillende leveranciers af op afspraak. En dat je dan heel gericht je afspraak kan afhandelen op een stand.